Hey, over een huwelijksnacht gepraat, hè? Huwelijksnacht. Onze oma, hè, 85 jaar, hè? Die had onlangs, hè, had ze nog door een tweede huwelijksnacht mogen blijven, hè? Onze oma, 85 jaar, hè? Onlangs nog getrouwd met een oude van 91, hè? Hey. Dan hebben ze nog een tweede huwelijksnacht mogen blijven. Hey, ziet het verro, hè? Ziet het verro? Oma 85, opa 91, hè? Ziet het verro, hè? Woltegger van hel. Maar goed, het grote moment waar gebeurt, hè? Oma van 85 ligt helemaal buiten oeum, hè? Stoom af te blazen. En toen kijkt ze zo op het nachtkastje, hè? En toen ziet ze zo er een foto staan van er een eerste mens, hè? Onze opa, hè? Die nou super was, hè? En toen zegt ze, och, mine mens, zegt ze. Och, mine mens, zegt ze. Och, ere, mine mens, zegt ze. Als die dit had gezien, zegt ze, dan zou hij zijn eigen omdraaien in het graf. Toen zegt hij een oude van 91, kom moeken, zegt hij, dan doe het gewoon nog een keer. Dan leed hij wel goed. Ja. Hemmer, ons Bets en ik, wij zien ondertussen ook alweer 25 jaar getrouwd, hè. 25 jaar getrouwd, hiep, hiep. Ja, zo enthousiast was ik ook, ja. 25 jaar getrouwd, zet ons Betsen. Gratis zet ze, kreeg ik nou nog geen cadeautje voor jou. En, waar zei ik ook alweer? Ik zeg, nou Bets, ik zeg om dat te vieren. Ik zeg, want van 25 jaar terug, ja, toen hebben we het niet gevierd, hè. Aan geen geld, en geen bruiloftsgeld, hè. Stage geld was op. Dus we hadden het niet kunnen vieren. Ik zeg tegen ons Bets, ik zeg, nou Bets, ik zeg, om dat te vieren, ik zeg, neem gratis jou een lang weekend mee naar de Waddeneilanden. Toen zet die van mien, zet ze, waar, oh ja, zet ze, naar de Waddeneilanden, hè. Naar de Waddeneilanden, zet die dikke van mien. En waar gaan wij dan naartoe, zet ze, hè? Ik zeg, ja, ik naar Terschelling en geen naar Ameland, zeg ik. Ja, ze kon er niet meer lachen, nee. Nee, gratis zet ze, dat kunnen we helemaal niet betalen. Dat kunnen wij helemaal niet betalen, zet ze. Wij moeten aan onze schulden denken, zet ze, hè. Ik zeg, ja, dat kunnen we toch ook. Willem-Alexander kwam ook net de hoek omgelopen. Ik zeg, Willem, alles goed met jou, alles goed met de gezondheid. Nou, alles goed, zegt hij. Maar hij was natuurlijk net terug van zijn staatsbezoek. En hij zegt, maar ja, nu heb ik alleen een beetje last van calorieën, zegt hij, nu dat ik terug ben. Ik zeg, wat zijn calorieën, wat bedoel je daarmee? En nou zegt hij, dat zijn van die beestjes, zegt hij, die 's nachts je kleren kleiner maken. Ik zeg, aha. Maar goed, ik ben dan verder ben ik met de trein hier weer naartoe gekomen naar Landhorst. En onderweg in de trein, ja, ik ben natuurlijk ergens, ik weet niet waar ik precies uit ben gestapt, moet ik even omliggen. Dan ben ik opgehaald met de taxi, het laatste stuk heb ik met de taxi, ben ik hier naartoe gekomen. Maar ik zat in de trein, mensen, en ik wist dat ik hier vanavond voor een volle zaal moest spreken hier in Landhorst. En op een gegeven moment begon het dan een beetje te borrelen in mijn buik en moest ik dan ook een hele dikke wind laten. En dat was bij die vrouw naast mij niet onopgemerkt gebleven. En die zei ook meteen, meneer Bernhard, ik heb u herkend, zegt ze, maar er zitten nog meer mensen in de trein. Ja, dat weet ik ook wel, meneer, mevrouw, maar ik ga niet voor iedereen een scheet laten. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen. Maar goed, mensen, er zijn natuurlijk veel boeken geschreven over mij. Veel boeken geschreven over mij. En ik moet zeggen, mensen, dat het ding behoorlijk strak zit aan mijn oren hier. Zo zit hij beter, denk ik. Ik moet zeggen, mensen, alles wat in die boeken staat, dat is allemaal waar. Helaas. Ja, er staan leuke dingen in, mensen, er staan minder leuke dingen in. Ik zal met de leuke dingen beginnen. Een van de leuke dingen die erin staan is waar Jules en ik elkaar ontmoet hebben. Jules en ik hebben elkaar ontmoet vroeger in Oostenrijk, in Triol.
Ja, daar hadden wij een hele amoureuze tijd, hebben wij daar gehad, dames en heren. Een hele amoureuze tijd. En heb ik dan ook 2 weken bij haar in die sneeuw gezeten. Ja, en tussendoor hadden we nog wat geschiet dan ook natuurlijk. Maar mensen, wat ook in die boeken staat beschreven is dat ik een fervent liefhebber was van uitslapen. Ja, want thuisslapen, dat vond ik maar niks.